De K3-trein raast wel gewoon verder. De Kom Erbij Tour in Nederland is nog niet voorbij en Studio 100 besloot om die gewoon te laten doorgaan. Hanne Verbrugge geeft haar plekje tijdelijk door aan niemand minder dan K2 zoekt K3-finaliste Diede van den Heuvel. Diede repeteerde de afgelopen weken mee met de meisjes van K3 en ziet haar grote droom vanaf dit weekend uitkomen. Diede zal net geen 30 shows naast Julia Bosman en Marthe de Pilecine het beste van zichzelf geven voor de Nederlandse K3-fans. Op sociale media werden al verschillende foto's en beelden van de eerste show met Diede gedeeld. Ze geniet er duidelijk enorm van. Julia en Marthe kijken zo trots, merkt een fan op, hoe Waterval met Diede klonk, hoor je hieronder in een filmpje van Marissa van Antour met K3.